Er wordt steeds meer drugsafval gedumpt in Limburg. Een bodemexpert spreekt zelfs van een explosieve stijging van het aantal dumpingen. Gisteren werden in een buitengebied in Doenraden vaten met drugsafval gevonden. En in Weert stond een achtergelaten vrachtwagen vol vaten met vloeistoffen die gebruikt worden bij de productie van drugs. Het is de zoveelste vondst in korte tijd. Eind maart worden in Landgraaf 6 vaten met ecstasyafval gevonden. Een maand later 15 vaten in Brunsum en een paar dagen daarna in Hoensbroek. Eind april blijken 10 vaten drugsafval te zijn gedumpt in Wijnandsrade. En de dag erna is Schinnen de vindplek van drugsafval. En dan gisteren 17 vaten drugsafval in Doenraden en een vrachtwagen vol in Weert. Vaten met in totaal 7000 liter aan vloeistoffen voor de productie van drugs. Het dumpen van afval is één ding, maar het opruimen vormt ook een probleem. Brandweer, politie en gemeentes zouden beter moeten samenwerken als er drugsafval in het spel is. Daarom moet er één protocol komen dat bij iedere dumping geldt, zegt bodemadviseur Twan Hoeimakers uit Maastricht. Hij wordt vaak ingehuurd als het misgaat. Het lijkt wel dweilen met de kraan open. Criminelen die synthetische drugs maken moeten na een tijdje van hun chemisch afval af. En dus worden de vaten gedumpt in de natuur of ergens achtergelaten, zoals gisteravond in Weert. Rond 9 uur kregen wij een melding van een vrachtwagen die op een uitvoerstronk stond hier op de Remondseweg. Agenten zijn polshoogte gaan nemen, troffen in die vrachtwagen een aantal vaten aan, kubusachtige vorm. Onderzoek wees uit dat het ging om 7000 liter onbekende stof. We hebben echt het vermoeden dat het gaat om een stof die afkomstig is als afval van een drugslab. Inmiddels is bekend dat het om een Duitse truck gaat die was gestolen. De chemische stof wordt afgevoerd en vernietigd. De omgeving liep achteraf gezien geen gevaar. Maar soms gaat het wel eens mis. Mensen komen dan in aanraking met de gevaarlijke stoffen of er wordt met lekkende vaten gesleept. En dan ontstaat er een nieuwe verontreiniging. Om dat te voorkomen zijn er werkafspraken nodig waar iedereen zich aan moet houden. Het is van belang dat de gemeente, politie en brandweer gaan samenwerken en volgens een bepaald richtlijn de drugsafval afvoeren om zoveel mogelijk problemen, calamiteiten te voorkomen en dat de mensen zo min mogelijk in aanraking komen met het gedumpte afval. De gemiddelde kosten van een ruiming van drugsafval liggen rond de 10.000 euro. De politie houdt er rekening mee dat Weert niet de eindbestemming was van het drugsafval. Vermoedelijk heeft de chauffeur onderweg pech gekregen en toen de truck aan de kant gezet.